Goedemorgen, 9 oktober op woensdag. We zijn hier uitgenodigd door de Oost-Vlaamse Bosgroep en we zitten hier op het domein Smissenbroek te Oosterzeele. Pierre, wat gaan we vandaag juist doen? Wel, we gaan dus bomen slepen met onze paarden. We gaan ook onze hypomobiel demonstreren en ook met de boomezel werken. Dat zijn de drie voornaamste zaken dat we gaan doen vandaag. Super. En wie zal hier vandaag allemaal zijn, Bavo? Het is de dag van de boseigenaar en de Oost-Vlaamse Bosgroep nodigen alle boseigenaars uit voor hier te komen. Ze geven uitleg over het domein, maar ook wij krijgen een gelegenheid om te werken met trekpaarden in de kijker te zetten, welke voordelen dat het geeft voor hun eigen bossen eventueel. Wij doen dat inderdaad ter gelegenheid van die bosgroep en in het kader van het meester-leerling-traject. Wat is er zo bijzonder aan dat meester-leerling-traject op de dag van vandaag? Wel, voornamelijk dat we kunnen tonen wat jullie, ik ben de meester, wat jullie als leerlingen al geleerd hebben. En ook, dus wat heel belangrijk is, dat ze kunnen werken, dat ze zien dat we kunnen werken met paarden, dat we bekwaam zijn in feite. Dag Sylvie, goedemiddag. We zijn hier in domein Smissenbroek op uitnodiging van jullie, van de Oost-Vlaamse Bosgroep. Wat staat er ons deze namiddag allemaal te wachten? Ja, goedemiddag ook. Vandaag hebben wij een speciale dag vanuit de bosgroep, een dag van de boseigenaar. En dat is eigenlijk de gelegenheid om private boseigenaars eens in de kijker te zetten tijdens de Week van Bos en het belang van wat zij doen. En dus deze namiddag hebben we daarom hier in het domein een aantal mooie activiteiten. En alle boseigenaars, alle leden van de bosgroep zijn uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En er zijn twee korte gegidste wandelingen die collega's van de bosgroep gaan gidsen. Eentje rond het beheerplan en dan een ander rond het beheer van het domein. Samen ook met de eigenaar, de eigenares van het domein. En dan is er als derde activiteit ook de demo met de trekpaarden die getoond wordt, hoe zij aan de slag gaan in het bos. En hoeveel leden verwachten jullie hier deze namiddag? Wij hebben onze inschrijvingen moeten sluiten op 80 mensen, omdat er helaas ruimte maar was voor 80 mensen. Dus wij verwachten straks een 80-tal boseigenaars die geïnteresseerd zijn om te komen luisteren en te komen kijken. Dag Isabel, goedemiddag. Kan jij je kort jezelf voorstellen? Ja, ik ben Isabel Dursel. Ik woon hier op Smissenbroek. En ik ben landbouwer. Super. En kan je een woordje uitleg geven over het domein? Bijvoorbeeld, hoe groot is het stukje akker, bos en zo? Of uit welke variaties bestaat het? Ja, het is een heel divers domein. Dus we hebben een bos die 30 hectare is. We hebben een vijver van 1 hectare. Het domein, echt het kasteeldomein, is een stuk van 17 hectare. En dan de landbouwgronden. Ik bewerk momenteel 30 hectare daarbij, ja. In akkerland. Ja. En u werkt actief in het bos nog? Het is een bos die nog actief gebruikt wordt? Dus het kasteel wordt enkel verwarmd met hout uit ons bos. Maar actief, nee, ik probeer het zo goed mogelijk te behouden zoals het is. Dus we gebruiken wel het hout die neervalt. En we gaan een beheerplan hebben van de bosgroepen die ons daarmee gaan helpen om het zo goed mogelijk te behouden zoals het nu is. En werd aangeplant in 1700. Ja. Dus het is een aangeplant bos waar er veel soorten bomen in staan, waar er veel variatie in is. Nee, het is vooral eiken en beukenbos met toch een heel hectare die helemaal onder water zit. Dus 1 meter onder water, waar dan mijn vader nog aalnussen, dus zwarte els, heeft geplant. Ja. U bent ook lid van de bosgroep, neem ik aan. Ja. Wat is het de grote troef om lid te zijn van de bosgroep? Het is een gigantische troef, want ik hou zelf heel veel van het bos en
Maar ik ben landbouwer, dus ik ken er eigenlijk niets van het bos. En zij helpen mij bijvoorbeeld met voor een klein stuk bos met een kapmachtiging, waar dat ik niets moet doen en zij zorgen voor alles. Het is een populier bos die kaprijp was. En dan hier voor dit bos, die tamelijk groot is, dus 30 hectare, gaan ze een beheerplan, een gezamenlijke beheerplan doen. Waar dat we ook in verschillende zones gaan kunnen werken, met verschillende types. Dus een verschillend beheer voor elke zone. En ze doen dat allemaal. Dus u voelt heel veel ondersteuning vanuit, vanuit de bosgroep. Ja. U ontvangt ook vandaag de leden van de bosgroep hier op jouw prachtig domein. En ook wij hier met onze trekpaarden mogen hier aanwezig zijn. Wat verwacht je van de trekpaarden vandaag? Ik heb dat nog nooit gezien. Ik ben zeer nieuwsgierig. En ik heb de paarden al gezien. Zeer mooie paarden. En ik vind... Het is een super systeem, alleszins, omdat wij in het bos die in een moerasgebied zit, het is constant te nat om daar met een tractor of iets anders binnen te kunnen. Dus met paarden is dat een zeer goede oplossing voor ons natuurlijk. Dus in het verleden kwam je ook niet met machines in het bos, het was met de hand of met de... Zeer zeldzaam. Als het vriest, dan kunnen we er wel in. Of als het heel droog is, dan kunnen we er wel in werken. Maar het is natuurlijk zeer zeldzaam in België. Ja. En wat verwacht je met dit mooie domein in de toekomst allemaal te kunnen doen? Ik hoop dus de ambitie met dit domein is echt de mensen dichter bij de natuur te brengen. Dus vooral particulieren, maar ook scholen en bedrijven. Scholen komen hier al gratis in onze buitenklas. Maar in de toekomst hoop ik dat het nog meer, dat mijn offerte voor scholen en misschien ook middelbare scholen uitgebreider kan zijn. Maar daarvoor moet ik een beter economisch model... En je kan de mensen zowel binnen als buiten ontvangen? Ja, absoluut. Wat het troef is. Hopelijk kan onze demo met de trekpaarden u bekoren en dank dat we hier deze namiddag op jouw domein mogen aanwezig zijn. Ja, dank jullie bedankt. Sylvie, goedemiddag. U bent van de Oost-Vlaamse Bosgroep. Kan je mij kort toelichten waarvoor een bosgroep allemaal kan staan? Een bosgroep is eigenlijk een vereniging van eigenaars van bossen, mensen of ook publieke overheden die een bos hebben. En wij zijn een VZW. En ons doelstelling is eigenlijk om te helpen om bossen duurzaam te beheren. Om bos-eigenaars te helpen om hun bossen goed te beheren. Gericht ook op klimaatrobuuste bossen, op veerkrachtige bossen voor de toekomst. En er zijn ook heel veel kleine boseigenaars. En dat is eigenlijk ook onze betrachting, dat is om de boseigenaars te helpen met samenwerken. Hier zijn we op een bos met 8 hectare bos. Is dat dan een klein bos of is dat al een middelgroot bos? Of hoe moet ik dat zien? Voor Vlaamse normen is dat al een middelgroot bos. Dat is natuurlijk niet zo groot. Maar we hebben in Vlaanderen niet zo enorm veel bossen. En al zeker niet in Oost-Vlaanderen. En echt, er zijn heel veel kleine bossen. Dan spreken we eigenlijk al over minder dan 1 hectare bos van een eigenaar. Dus 8 hectare is al wel vrij mooi. Ja. En hier zijn we vandaag allemaal uitgenodigd. Alle mensen die boseigenaar zijn of lid zijn van de bosgroep kunnen hier vandaag komen. Concreet voor dit bos, wat kunnen jullie als bosgroep dan betekenen? Je bedoelt qua beheer van het bos of vandaag? Qua beheer voor dit bos, voor Isabel sprak van een bosbeheerplan die dan samen met jullie wordt opgemaakt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat doen jullie? Wat is daar belangrijk aan? Ja, een bosbeheerplan is eigenlijk een document, een plan, zoals het woord het zegt, dat een doelstellingen en een visie vastlegt voor het beheer van bos- en natuurterreinen voor de toekomst. Dus dat is een lange termijn document. Dat loopt ook voor 24 jaar, eens dat dat goedgekeurd is door de Vlaamse overheid. En daarin staat eigenlijk kort beschreven hoe de bossen er nu uitzien en dan ook wat de bedoeling is waar de eigenaar naartoe gaat werken. Wat de bedoeling is om te bereiken en dus welk beheer dat er nodig is. En met beheer bedoelt u dan ook ingrepen, zoals kappen of aanplant of hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja, inderdaad. Dat gaat over het geheel van maatregelen die mogelijk zijn. Dat kan zijn
dat er kappingen in de planning voorzien zijn, waarna er dan ook weer heraanplantingen voorzien zijn. Bijvoorbeeld voor een bepaald bosbestand kan er voorzien zijn om toe te werken naar inheems loofbos, naar een natuurstreefbeeld noemen we dat dan. En daar zijn dan maatregelen aan verbonden die daarvoor nodig zijn om dat in de toekomst te bereiken. Maar bosbeheer is altijd iets op de lange termijn. Dus het is heel vaak niet dat het onmiddellijk allemaal moet gebeuren. Allee, dus het is een visie waar naartoe gewerkt wordt. Je kunt niet van de ene dag op de andere dag een bos ook helemaal veranderen. En die visie is altijd het bewaren van het bos? Of heeft dat soms een andere insteek, recreatie of economie? Of kan het ook een andere insteek hebben? In een beheerplan wordt er altijd gekeken om verschillende functies die een bos heeft, om die een plek te geven en om die met elkaar te verzoenen. Dus het bos bewaren is sowieso de bedoeling. Het bos is ook beschermd door de wetgeving. Een beheerplan gaat eigenlijk eerder vastleggen in welke delen van het bos bijvoorbeeld dat er meer rond houtoogst gewerkt wordt, in welke delen dat er openstelling is, of bijvoorbeeld een speelzone. Ja. In welke delen dat er dan bijvoorbeeld helemaal niks zou gebeuren, omdat die heel belangrijk zijn voor de natuur, omdat ze bijvoorbeeld een heel speciale kruidleg hebben die gevoelig is aan betreding en verstoring. Dus in een beheerplan wordt er gekeken naar alle bosfuncties en wordt er ook gekeken van oké, wat primeert dan waar en hoe combineren we die dingen met elkaar en verzoenen we dat met elkaar. En uitvoer van het beheersplan, is dat iets waar bosgroepen kunnen in ondersteuning bieden bij boseigenaars? Ja, zeker. Dat is eigenlijk een van de essentiële dingen die de bosgroep doet. Wij geven gewoon advies op terrein aan eigenaars van bossen, maar heel veel eigenaars weten zelf ook niet zo goed om er dan mee aan de slag te gaan. Die werken niet zelf in hun bos en dan kunnen ze via de bosgroep werken laten organiseren. En wij focussen er dan ook wel op om dat gezamenlijk te doen voor meerdere eigenaars. Dus bijvoorbeeld in het winterseizoen dat er nu aankomt, dat is het plantseizoen. Wij besteden heel veel aanplantingen aan voor particuliere eigenaars. En wij ondersteunen dan de opvolging ervan. Dus wij zoeken een aannemer voor de eigenaar, meestal voor meerdere eigenaars tegelijk. En dan helpen we ook met opvolging van de uitvoering van de aanplanting. Dat is een voorbeeldje van, ja. Amai, dat is een ruim takenpakket. In Oost-Vlaanderen, uit hoeveel hectare bos bestaat Oost-Vlaanderen die dan onder jullie beheer in het bijzonder zit? We hebben in Oost-Vlaanderen ongeveer 2600 boseigenaars die lid zijn van de bosgroep. En samen met z'n allen beheren die 8000 hectare bos. Een deeltje daarvan zijn openbare bossen. Dus als we enkel kijken naar de privébossen die in eigendom zijn van de leden, dan is dat ongeveer 6000 hectare. Wat dat best wel veel is. Ja. Veel en groeiend? Is dat iets dat... Ja, dat groeit nog jaar na jaar, groeit dat eigenlijk. En zijn er nieuwe eigenaars die de weg vinden naar de bosgroep, die aansluiten bij ons en die wij helpen. Op gelijk welke manier met beheer van bos, het is altijd op maat van de eigenaar. Sommige mensen gaan er dan zelf mee aan de slag en werken zelf in een bos, andere mensen niet. Dus het is enorm variabel.